allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag is het een oktober Action Shop vlog. Ik heb mega veel verzameld. Een paar dingen heb ik ook gekocht in september. En ik dacht, het is niet genoeg voor een video. Dus ik wacht tot ik weer bij Action ben geweest. Maar het is heel erg veel. Het is loodzwaar. Ik heb deze hele tas vol. En deze hele tas vol. Heb je zin in de video? Zou ik het heel erg leuk vinden als je even je duimpje omhoog wil doen. En dan ga ik gewoon meteen door de spullen heen. Ik kocht deze metal square mirror tray. Heel erg leuk. Dit zie je al een tijdje best wel veel overal. Soms ook best wel duur. En soms ook met een dat die dicht zit, zeg maar. En in het goud en in het zwart. Deze was er ook in het goud. Maar ik vind hem vet mooi. En deze is ook lekker een beetje klein. Dus ik denk dat ik hier misschien wat lipstickjes of sieraden in ga leggen. Dan kocht ik nog zoiets. Maar dan van hout. Ook klein. Ik heb boven bij mijn slaapkamer allemaal van die plankjes aan de muur hangen. En ik vind het heel erg leuk om daar bijvoorbeeld mijn Victoria's Secret splashes in te zetten. Mijn lipstickjes. En zo heb ik allemaal dingetjes. En ik had nog één plankje vrij. En daar wil ik dit houten plankje op gaan zetten. Wat erin komt weet ik nog niet. Ik kocht vuilniszakken. Puur omdat ik het nodig heb. Niks bijzonders. 34 liter. Volgens mij heb ik normaal 60. En chenille is echt mijn favorite stofje in de winter. Ik hou van chenille. En ze hadden chenille sokken. Grijs en roze. Dus dat vind ik echt heerlijk. Er komen trouwens ook heel veel producten voorbij die ik voor mijn klas heb gekocht. Oh, dit nog niet. Dit zijn weer de posters. Als je me al langer volgt, dan weet je dat ik echt obsessief ben met deze posters. Ik gebruik ze als kaartjes. Ze zijn echt super leuk. Er zitten allemaal geweldige kaartjes in. En nu heb ik weer nieuwe. Ik ben iemand die slaapt met een slaapmasker. In het weekend in ieder geval. Zodra het licht wordt 's ochtends, dat ik dat op mijn ogen kan doen. En ze hadden hier hele leuke. Ook het verschilde een beetje. Want ik hou ervan als de binnenkant zeg maar ook zacht is. Van hetzelfde stofje. En dat heeft deze. Dus deze vind ik echt tof. Maar ze hadden ook sommige waar dan van dat satijn aan de binnenkant zat. En dat vind ik een beetje zweterig. Maar ik heb er nog één. Maar ik heb in ieder geval ook deze gekocht. Ik heb echt heel veel en heel leuk. Ik ga ook bijna nooit meer zo los. Dus het mocht van mij een keertje. Super leuke zeep. Ik haal wel vaker de zeep bij de Action. Maar nu hebben ze echt mega leuke verpakkingen. Kijk hoe cute. Met allemaal tijgertjes erop. Make today ridiculously amazing. Dan wat voor in de klas. Een 4 op een rij reisversie. We hebben 's ochtends spel op maat. Ik ben dus juf voor wie het niet weet. En dan gaan ze een kwartiertje een beetje op niveau spelletjes spelen. Maar dit is ook een ideaal spel voor ertussen. Je leert er ook wel wat van. En het is klein en handig en echt heel erg leuk. Maak even meteen een tasje voor school. Ook voor school. Ik weet niet of het moeilijk is en zo. Maar dit zijn brain puzzles. En ze hadden meerdere niveaus. Ik heb metal, expert en wizard. En dat moet je dan ja, in elkaar, uit elkaar halen. Dat soort dingen. Nou, ik heb deze zomervakantie gewoon in alle haast een agenda gekocht voor 4 euro bij de Hudson Bay. Maar ik wilde nog graag een andere. En nu zag ik er een die ik zo leuk vond. Ze hadden ineens zulke leuke agendas bij Action. Hiervoor heb ik ze nooit gezien. Ze hadden iets heel leuks met kusjes en lipjes en roze. Daar twijfelde ik tussen, maar ik ben voor deze gegaan. Echt zo mooi en leuk. En echt zo'n HEMA agenda vind ik het. Ik hou eigenlijk niet van rood en zwart. Maar ik vond hem heel leuk en nu vind ik hem best wel heftig. Ik vond deze bladzijde dus gewoon heel erg leuk. Maar goed. Het kostte ook echt geen drol en ik vind hem heel erg handig. Maar dit is echt een aanrader voor... Ik weet toen ik jong was, weet je, op de middelbare wilde ik altijd van die vakjes. En er zit zo'n zakje in en dingen waar je dingen in kan steken. Dus het is echt super leuk. En ik kocht ook een matching notitieboekje. Notitieboekjes heb ik in overvloed, maar ik heb ze ook overal liggen. Ik vind het super handig. En ik wilde op zich ook nog wel een notitieboekje voor bij mijn bed. Omdat ik s'avonds altijd van die ideeën krijg. En dan wil ik ze niet in mijn mobiel zetten, maar in mijn notitieboekje. En deze heeft ook een 3D tijgertje erop. Echt heel leuk. Voor in mijn klas heb ik hele leuke stickertjes gevonden. Super veel. Het is altijd best lastig. Soms hebben ze het wel. En soms hebben ze het niet. En deze vind ik echt heel erg leuk. En deze zijn ook een beetje dikker, heb ik het idee. Maar ja, als juf heb je dit gewoon nodig. Ik vind ze heel cute. En dan is dit het andere oogmaskertje. Leuk, hè? Ik vind dat ik echt super leuke dingen heb gescoord. Laat me ook even weten als je door mijn video naar de Action gaat om iets te halen. En wat het is. Daar ben ik heel benieuwd naar. Kijk, deze heeft dus wel dit van binnen. Maar ik vond deze zo adorable. Echt zo leuk. Geweldig. Echt fluffy en zacht en een prachtige kleur. Ik wilde deze gewoon heel graag meenemen.
En nog een Baby Lips in de smaak, geur, kleur Melon Mania. Die kan ik ook nooit genoeg hebben. En dan heb ik een snijplak. Ik heb ook de grote versie gekocht. En toen zag ik de laatste keer dat ik ging dat ze een kleine versie hebben. Dat vind ik eigenlijk veel handiger. Want in de vaatwasser neemt die plank altijd super veel ruimte in. En ik heb helemaal niet per se zo'n heel grote nodig. Deze zijn wat de duurdere van de Action. Die grote is 4 euro. Ik weet niet meer wat deze kost. Maar ik vind ze wel gewoon chic en mooi. Dan heb ik nog een notitieboekje gekocht. Maar kom op, ja, soms mag je gewoon jezelf eventjes de dingen gunnen waar je vrolijk van wordt. En hier word ik echt super vrolijk van. Ook dat 3D, roze, avocado, de bladzijden zijn hier ook groen. Ja, als je zo vrolijk wordt van bepaalde dingen in het leven, moet je het ook gewoon lekker kopen. Zo af en toe, vind ik. En dan ben ik echt heel erg fan van bio-oil en de Biodermal PCLE-olie. En nu zag ik dus voor veel minder geld een skincare oil van Action dus. En dat is ook voor dry skin, aging skin, birthmarks, scars. Dat ik dacht, oké, dat is echt een namaak van bio-oil. En ik ben heel benieuwd of deze fijn is. Die ga ik echt testen. En ik zal het natuurlijk in mijn vlogs laten weten als het fijn is. Als je niks meer van me hoort, vond ik hem niet fijn. Maar ik heb zo het gevoel dat dit wel fijn gaat zijn. Action is daar echt wel goed in. En dat zou heel fijn zijn, want het kost ontzettend veel geld, die olie. Ook nog stickertjes, maar dan een beetje een wat stoerdere variant. Die andere was wat meer girly en zo. Deze is wat stoerder. En een hele girly variant. Wow. Ja, ik zie het nu en denk echt van, oh ja, wat echt super, super leuk. Echt geweldig. Ik vind dat ik echt geweldige dingen heb gekocht. En deze misschien iets kinderachtiger of zo, maar ja, die stickers zijn zo goedkoop en ik vind het gewoon heel erg leuk dat ze bij mij krijgen ze altijd andere verjaardagskaarten. Want die posters gebruik ik ook in mijn klas. En gewoon andere stickers dan die iedereen uit het magazijn haalt, weet je wel. Vind ik gewoon leuk om dan wat anders te hebben. Ik kocht ook een woordenspellenspel. Want ik heb dus dingetjes nodig voor spel op maat, wat ik net zei. En hier zie je een plaatje van een pen en dan moet je de letters pen neerleggen. Het is vanaf 5 jaar. En bij mij worden ze natuurlijk, een paar zijn er nog 6, maar de meeste zijn 7 en worden 8. Maar toch zijn er veel kinderen die moeite hebben daarmee. Dus ik vond dit spel wel heel erg leuk en ook makkelijk en ja, leuk om te hebben voor in de klas. Kijk. Ik ben benieuwd. Ik was ook echt in de Action omdat ik spulletjes zocht voor mijn klas. Ik heb dus nog een zeep gekocht. Jongens, hoe geweldig is dit allemaal? Ja, als je net als ik van dit soort dingen houdt, dan voel je mij en snap je dat ik dit echt wilde hebben. Leuk hè? Ik heb ook echt zeep nodig, maar hoe leuk ziet dit eruit? Echt geweldig. Nog een spelletje. Ja, dit is echt heel kinderachtig misschien. Mijn eerste 100 woordjes vanaf 1 jaar. Maar dit is toch heel erg goed om te oefenen. Het is ook in schrijfletters. En ik dacht, ik neem hem gewoon mee, joh. Dit is gewoon ideaal om in de kast te hebben. Altijd handig om mee te oefenen. Nog een Baby Lips Dr. Rescue. Ik weet nog dat ik echt naar België op zoek ging naar deze. Omdat het helemaal hype was en zo. Maar ik ben gewoon fan van deze lipbalms. Dit is de Just Peachy. En die ruiken als het goed is naar mint. En ik vind het heel chill dat ze dat soms bij Action verkopen. Iets wat ik heel leuk vind. Wat ik echt niet meer zomaar koop. Want ik heb wel eens een lamp gekocht. En die heb ik laatst aan mijn collega's gegeven. Omdat ik dacht, wat moet ik ermee? Maar ik heb boven echt een lamp nodig. Want die heeft Bolly, mijn parkiet, hier zit, helemaal kapot gebeten. En ik vond deze zo chic. Je had hem ook in het wit. En ik vind hem prachtig. Maar hij zou hier ook bijvoorbeeld heel mooi staan. Of op mijn bureau boven. Hij krijgt in ieder geval een plekje. Ik weet nog niet precies waar, maar ik heb het gewoon nodig. En ik vind deze echt heel mooi. Mat. Het goud. Niet te veel goud. Super, super mooi. Heel leuk. En dat zie je ook dan. De ene keer is het er ineens wel bij de Action. En dan ga je een dag later en dan is het er helemaal niet meer. Ik heb altijd het gevoel dat je echt dingen moet scoren bij de Action. Oh. Post. En ik kocht nog wat dobbelstenen. Want dat is met zoveel dingen handig. Ook als je zelf spelletjes wil maken of zo. Is het heel handig om daar dobbelstenen bij te kunnen gebruiken. Thuis eet ik gezond, ja, dan ben ik echt verplost. Maar als het weer vakantie... Dat was tas 1, even voor mezelf. Dat ik weet waar ik straks alle prijsjes op moet gaan zoeken. Dan gaan we nu door naar tas 2. Daar zit iets heel leuks in. Dit is het eerste wat ik kocht en ik wilde hem zo graag gaan gebruiken. Het vloekt eigenlijk heel erg bij mijn huis. Dus misschien is dit wel echt een miskoop geweest. Maar als je dit ziet liggen... Een mega XXL deken met leopard print. Dan moet je dit hebben. Ik dacht anders voor op mijn bed. In de winter heb ik het vaak best wel koud. En dan deze. Het staat niet mooi bij mijn interieur. Geef ik eerlijk toe. Maar oh my god. Hij is 2 bij 220. Dus dat past gewoon op mijn bed. Dus hij gaat gewoon lekker naar boven.
Toch geweldig? Ja, dit wil ik. Ja, jij ook. Oh ja, eindelijk! Ik heb dus helemaal geen grote pan om pasta mee te koken. Die heb ik allemaal bij mijn ex gelaten. En Sola is een prima merk. En ik heb ook geen deksel, dat ook. Dus vaak heb ik recepten en dan kan ik ze niet goed laten koken doordat ik geen deksel heb. Dus ik kocht deze pan met een deksel. Dat is nodig. Best een leuke shoplog, toch? Allemaal verschillende dingetjes. Heel leuk. Verschillende afdelingen. Wat hebben we hier? Oh ja, dit vond ik gewoon fantastisch. Ja, wat ik al zeg. Gelukkig doe ik dit niet meer heel vaak. Want in principe heb ik dit niet nodig. Maar kijk dit. Allemaal notitieboekjes in pasteltinten. Hier word ik gewoon heel gelukkig van. Dus dit wil ik. Je hoeft niet altijd iets nodig te hebben om het te mogen kopen, toch? Als er maar geen troep is. En dit is geen troep. Het wordt sowieso gebruikt. Alleen heb ik er niet zoveel nodig op het moment. Maar heel leuk. Ook als ik cadeautjes maak of zo'n pakketje. En dan zit er zo'n boekje bij. Echt ook heel mooi van dat soort van donkergrijze lijntjes. Een beetje zo oldschool. Maar dan hele hippe kleurtjes. Heel leuk. Ja, vind ik heel leuk. Ook leuk voor een soort van YouTube boekjes van ideeën of zo. Ja, ik vind dat notitieboekjes zijn goed voor de creatieve geest. Ik had post-its nodig, maar elke post-it die ik koop zijn is slecht. Dus ik was heel benieuwd of die van de Action goed zijn in felle kleurtjes. Heb ik nodig voor in mijn klas en voor hier gebruik ik gewoon heel erg veel. Dit zijn fluoriserende kleuren. En dan heb ik ook gewoon memoblaadjes. Ik weet niet of deze ook plak eraan hebben. Maar deze hadden ze dus in allemaal pasteltint en ik ben voor lila gegaan. Heel leuk. Laat me trouwens weten of jij net als ik ook gewoon heel erg blij wordt van dat soort dingen. Want dat heb ik ook bijvoorbeeld met lekkere doucheproducten. Ik kan daar gewoon zo blij van worden. Dat ik wel, nu ik ouder ben, heb geleerd om niet meer te veel te kopen. Want dan sla je erin door, weet je. Dan wordt je huis een zooi. Maar af en toe, als het je heel gelukkig maakt, gewoon doen. Ik zag deze ook notitieblaadjes, maar dan met allemaal bingo erop. Gewoon allemaal bingoblaadjes. Vond ik ook super ideaal voor in de klas. Deze pot wit blik vond ik ook heel erg mooi. Voor daar op de kast. Want ik heb best wel wat losse prulletjes. Maar, oh nee, ik wilde hem voor in mijn klas. Ik heb, dat komt straks, een paar bakjes en zo gekocht. Want ik heb best wel veel spelletjes die ik zelf maak. Als juf natuurlijk. En ik wil die ook echt gewoon mooi bewaren in een pot. Zodat het ook echt spelletjes worden. En dit wilde ik volgens mij ook daarvoor gebruiken. En zo ook deze. Hiervoor ging ik dus echt naar de Action. Dit is super ideaal. Hier kun je dus onderin echt een spel leggen. En hierboven bijvoorbeeld dobbelsteentjes of wat dan ook. Ik moet even lekker in de klas gaan kijken hoe ik dat ga doen. Maar ik heb heel veel, weet je, splitspelletjes en dingen met blokjes en stokjes. En allemaal zelf gemaakt. Vaak zijn die zelfgemaakte spelletjes gewoon het beste. Want ik weet wat de kinderen nu moeten kunnen. Dus ik had me ook echt verheugd om dit te kunnen gaan doen. En deze, we hebben taal in blokjes. Dat heb ik in mijn vlog verteld. Mocht je mijn vlogs kijken. Nou, dan moet ik blokjes allemaal in doen. Daar zijn deze bakjes heel handig voor. En zo heb ik dus ook deze. Echt, ik kan niet wachten om dit allemaal te gaan indelen. Ik vind het heel leuk. Mocht je het leuk vinden, moet je dus even mijn vlogs in de gaten houden. Kijk. Dit kan voor potloden en gummen en dat soort dingen. Maar er kunnen ook spelletjes mee worden gemaakt. Dat vind ik heerlijk om daarmee aan de slag te gaan. Verder heb ik de auto van mijn opa gekocht. Een paar maanden geleden. En er zit geen radio of iets in. En wel een cd-speler. En ik ben te benieuwd of die het wel doet. Dus ik dacht, ik koop even een cd. Ik heb vroeger duizenden cd's gehad, maar waar die zijn, geen idee. En dit zijn top 40 reggae hits. Dus deze ga ik zo meenemen naar mijn auto. Ik ben zo, ik hoop zo dat die het doet. Ik heb gewoon geen muziek. Ik ben bang van niet, maar ja. We'll see. Verder kocht ik voor mijn webshop weer heel veel zakjes. Dit zijn zakjes waar ik vaak sieraadjes in doe. Ik heb heel veel verschillende zakjes, maar ook deze van de Action. En deze waren nieuw. Roze met witte hartjes. En ja, die zijn ideaal. Hele leuke envelopjes. Eindelijk, yes! Mijn stekker, mijn oplader is super slecht. En ik was vergeten dat ik deze heb gekocht. Ik vond hem dan in verhouding heel duur. Maar die goedkope gaan toch te snel stuk. En je hebt 2 jaar garantie. Niet dat je daar iets mee doet. Want als het stuk gaat, weet je al niet eens meer van welk merk die was. Ik hoop dat deze gewoon een keertje goed is voor mijn iPhone. En ik hoop ook dat deze sokken fijn zijn. Want ik hou van korte sokjes. Maar de ene lubberen uit. De andere snijden in je voet. En ik hoop dat deze wel fijn zijn. Dan hebben we hier de grote snijplank waar ik het over had. Die ik dus eerst kocht. Want ik heb er 1. En dat vind ik altijd te weinig. Dus ik kocht er nog 1. En toen zag ik die kleine. Dus nu heb ik er 3. Een mega kaartspel. Dit is ideaal voor de kinderen om de vriendjes van 10 en zo te oefenen. Dus 9 en 1. Bla 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 bla. Of andere spelletjes, maar hij is mega. Ik vond het te leuk. Die tas voor in de klas zit heel vol. Nog iets voor in de klas. Count and color. Dan moeten ze dus dit zo inkleuren. Bij de juiste getallen. Sommetjes oplossen. Heel ideaal. Leuk om te kopiëren. En te gebruiken. Ik heb meerdere van dit soort dingen in mijn klas.
toen ik in groep 3 zat, gebruikte ik dit vaak. Maar heel veel kinderen hebben toch wel veel moeite nog met sommetjes onder de 10. Dus dat is ideaal. En deze kan ik ook eindelijk in mijn klas gaan leggen. Want ik moet mijn klassenmap nog netjes ordenen. Ik heb hem al. Maar ik wil hem even mooi ordenen. En dan hier opschrijven rooster, inlogcodes, dat soort dingen. Deze had ik in... 2 jaar geleden had ik deze ook. Het is super handig. Hele fijne tabbladen zijn dit. Vet veel voor in de klas. Echt leuk. Ik heb ook deze oogjes. Want ik weet dat je soms gaat knutselen. En dan heb je ineens van die oogjes nodig. En vaak is dat dan in een bepaald seizoen dat iedereen het wil. En dan is het er niet. Dus ik dacht, dan heb ik ze vast. Kleine, middelmatige en grote oogjes. Oh, ik heb 2 Memopads gekocht. Oké, de roze zet ik dan thuis en de paarse in mijn klas. Nog iets wat me ideaal lijkt voor spel op maat. Ik zag namelijk deze reken. Volgens mij is het super simpel, gewoon van karton. Maar er zitten... Dit is voor keersommen. Dus dat is voor het tweede deel van groep 4. En dit zijn plus- en minsommen. En er zitten dan... een aantal wieletjes in. En die kun je dus heet het draaien. En dan krijg je nieuwe sommetjes. Ik ga wel gewoon eventjes, als ik maandag op mijn werk ben, weer even in mijn vlog alle spulletjes laten zien. Hoe ik ze in mijn klas ga zetten. Want ik weet dat heel veel van mijn volgers het leuk vinden om te zien. Dus dat ga ik daar even allemaal uitpakken en bekijken. Anders gaat deze video te lang duren en wordt het te veel een juffe video. Dan had ik een Colgate Sensitive with Sensifoam tandpasta gekocht. Normaal gebruik ik Sensodyne of Elmex. Maar ik dacht misschien is deze ook wel fijn voor gevoelige tanden. Ik heb weer een potje kauwgom. Deze zijn van Mentos. Ik moet zeggen dat ik die niet het lekkerst vind. Want als je die uit je mond wil halen, plakt het heel erg. Maar ik had gewoon even een potje kauwgom nodig. Batterijen voor in mijn weegschaal. Want als mijn weegschaal op is, dat kan niet. Ik ben heel goed bezig en ik wil me gewoon kunnen wegen. En ook een Mentos lippenbalsem. Voor body mijn pakketje stikjes met abrikozen. En ben ik er nou al doorheen? Oh, ik heb hier nog een prachtig potje met Himalaya zout. Ik heb ook zo'n van de Lidl echt al 2 jaar. Die waren toen relatief duur, maar daar doe je vet lang mee. Dus ook roze zout, zeg maar Himalaya zout die je kunt draaien. Maar dit zit in een heel mooi potje. Staat super mooi. De verpakking is ook heel mooi. Maar dit is lekker over salades of een beetje grof zout. Super leuk. En dan het allerlaatste. Nog meer stickers. Maar hier kan ik nooit genoeg van hebben. Voor in de klas. Dit is een piratenthema. Een zomers fruity watermelon thema. Ja, ik vind die meisjesstickers natuurlijk het leukst. En deze prachtige zeemeerminnen en krapjes. En helemaal leuk. Ik heb vet veel gekocht. Niet alles was nodig, maar ik ben met alles echt heel erg blij. Ik kan niet wachten om alles een plekje te gaan geven hier thuis en in mijn klas. In mijn klas ga ik dus zeker maandag voor jullie filmen of dinsdag. In ieder geval in de weekvlog die ik volgende week ga maken. En dan hoop ik dat je de video heel erg leuk vond en dat je even je duimpje omhoog hebt gedaan. En een reactie achterlaat, want dat maakt het extra leuk om video's te maken, die interactie met jullie. Heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie bij een nieuwe vlog en hopelijk ook weer bij een andere video. Doei!